Sinandaba is een hardwerkende Surinamer, slash mattie, slash broer. Die man heeft zijn eigen brand, heeft zijn eigen food truck, Turkey Pan. Iemand die vecht achter zo'n willen. Heel positief en hij is een grote dromer en het is geweldig. Hij is een energieke guy. Hij doet heel veel, hij is een duizendpoel. Die andere met dat gezegd, een duizendpoel, een jonge ondernemer, student. Voorbeeldfiguur voor vele jongeren van Suriname, ook voor mij. Ik ken hem al sinds 2003, toen hij nog niet danste en toen ik weer in de groep was. Zag ik hem hier en daar in op het balkon. Hij is een danser, danscollega, dansbroer. We werken al jaren samen. Bij Mysticals en bij Biron Hero, dus die man is echt bezig met de jeugd. Dus als er iemand is wat kan betekenen voor de jeugd zelf, dan is het Winston Adaba. Man van zijn woord. Ik kan op hem rekenen. Hij rekent ook op mij, we rekenen op elkaar. Dus op 25 mei, stem op nummer 17, Winston Adaba. Stem, bewust. Kandidaat nummer 17. We gaan voor de jongeren, we gaan voor een betere toekomst. So let's go, we can do the job.